Opnieuw ligt Johan Derksen onder vuur na omstreden uitlatingen in het tv-programma Vandaag Insight. Daarin zei hij dat Kamerlid Haptem Mudehoop geen echte Fries is. Een aantal politici beschuldigt Derksen nu van racisme. En naast mij staat mediaverslaggever Jordi Versteegde. Jij hebt met betrokkenen gesproken. Eerst even voor degenen die het gisteravond niet hebben gezien. Wat zei Johan Derksen precies en waarom eigenlijk? Nou, het ging over de Friese taal. Hugo de Jonge die heeft gisteren bekendgemaakt dat hij daar 18 miljoen euro in wil investeren. Nou ja, je wist natuurlijk op voorhand al dat de mannen daarvoor zouden gaan liggen. Hè? Dat ze dat niet helemaal terecht vonden. Nee. Nou ja, op een gegeven moment kwam er een instart met een quote van inderdaad Haptamu de Hoop. Want hij is Kamerlid van PvdA GroenLinks en vindt eigenlijk dat wel terecht dat die 18 miljoen daarheen gaat. Mm-hmm. Vooral ook omdat hij opgegroeid is daar in Friesland. Dus daarom vindt hij het extra belangrijk. En ja, toen vervolgens zei Johan Derksen van ja, maar hallo, deze jongen die heeft geen recht van spreken, want het is helemaal geen Fries. Waarop Wilfred Gené dan weer zegt, maar hij is daar wel opgegroeid. Hij is na 8 maanden geadopteerd hier in Nederland. Komt oorspronkelijk dus uit Ethiopië, waar hij geboren is. Maar heeft hier verder de afgelopen 25 jaar de wereld verkend. En zit nu als jongste Kamerlid bovendien daar in Den Haag te werken. Ja, kijkers gingen natuurlijk los. Want Johan Derksen maakt zich schuldig aan racisme. En dan krijg je natuurlijk een hele reeks aan reacties van politici. Van Frans Timmermans natuurlijk, zijn PvdA GroenLinks collega. Jesse Klaver, ja. Rob Jetten, ga zo maar door. En een nieuwe rel van VI is geboren. Ja, maar dan wil ik eigenlijk nog even een stapje terug. Want hij doet dan zo'n uitspraak. En hoe wordt er dan aan die tafel gereageerd? Nou, dat vond ik opvallend. Want normaal gesproken is Wilfred dan wel zo scherp om dan aan de andere kant te gaan staan. Hè, omdat je dan een lekkere discussie krijgt. Dat deed hij afgelopen week, vond ik Wilfred nog heel goed vrijdag. Toen het ging over antisemitisme. Ja, met Barbara Barend natuurlijk. Heel fel en echt, dat moet je even terugzien. Want het was een goede discussie. Ja. Ook al ben je het niet met Johan eens. Maar gisteravond inderdaad. Terechte vraag van jou. Zag je Albert Verlinde die gewoon mee ging lachen? Die maakte het misschien alleen nog maar erger. René van der Gijp met die schaterlach van hem. En Wilfred Gené die lachte ook. En zelfs aan de bar, Merel EK, die maakte er ook geen punt van. Terwijl zij een verslaggever is daar in het Haagse. Ja. Dus ja, ik vond het een opvallende uitzending. En natuurlijk, het kan er wel eens een keer doorheen schieten. Alleen racisme, jongens, kom op. Ja, dat kan gewoon niet. Nee, je zegt al, een aantal politici die hebben zich nu zeer fel uitgesproken op Twitter. Je noemde Timmermans. Ja. Maar ook Hugo de Jonge, Rob Jetten. Ja. Maar Haptamu zelf, die heeft nu ook gereageerd. Laten we daar heel even naar kijken. Nou Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opvoedend door 2 Friese ouders werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. En nu ben ik Kamerlid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste IJpenbier voor 4. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tijd en zin in deze flauwekul. Dus als dat goed vindt, dan ben ik wel lekker rondwerken. Ja. Steengoede reactie dit natuurlijk. Zo sympathiek, het hele land. Je ziet ook, men reageert massaal hieronder om hem steun te betuigen. Terwijl hij al zegt, ik ga weer door. Dat vind ik zo ontzettend knap. Ja. Hè? Want je krijgt vandaag wel het hele land natuurlijk, hè, over je heen. Of althans, Johan krijgt het hele land over zich heen. Mm-hmm. Ja, hiermee zet hij zichzelf opnieuw op de kaart. 25 nog maar. Wat een sympathieke gozer. Ja, inderdaad. Nou, jongen, gozer, zeg je die tegen iemand uit de Haag? Nee. Hij is 25, dus dat is... Nou goed, ja. Hij doet het goed. Hij doet het hartstikke ja. goed. Nou heb jij natuurlijk Johan Derksen even gebeld voor een reactie op de ophef. Wat zei hij? Nou ja, die zei in eerste instantie dat hij er helemaal niets van meekreeg natuurlijk. Ik pak even zijn reactie erbij, inderdaad. Je kunt overal wel racisme achterzoeken, zegt hij. Het slaat volkomen door in dit land. Ze maken zich erg druk op social media, maar ik ben daar niet actief, dus ik krijg het niet mee. Die jongen mag alles vinden, maar ik toch ook. Ik vind hem geen Fries en ik maak me er niet druk om. Ik vind alle commotie onzin en ervaar alle consequenties. Dan ben ik toch klaar, zegt hij. Ja, is weer Johan in optima forma, hè? Deze reactie kun je volgens mij op iedere rel tot nu toe plakken bij VI. Hè. Zo'n soort reactie gaf hij ook naar die hele kaarsrel. En hij zegt, hè, ik ervaar alle consequenties. Maar ja, dat is tegelijkertijd vandaag ook weer dat je denkt van ja, de consequenties voor SBS6 zijn natuurlijk het allergrootst op het moment dat ze stoppen met dit programma. En we hebben ook wel geleerd dat dat niet de oplossing is voor zo'n rel.
Wat we net ook al zeiden, is dat het natuurlijk een goed programma is, doordat ze vaak discussie met elkaar hebben. En dat je alle geluiden eigenlijk hoort. En dat miste gisteravond. Dus ik hoop dat ze vanavond een nieuwe poging doen. Jij verwacht geen excuses? Nee, vanavond. Of van Johan? Nee, ik verwacht geen excuses. Ik verwacht eerder dat Wilfred misschien wel een beetje boetekleed aantrekt. Dat hij misschien wat feller had moeten zijn. En dat er vanavond opnieuw een discussie zal gaan ontstaan. Met misschien nog wel weer hogere kijkcijfers. Dat is natuurlijk ook wel weer waar dit programma voor staat. Maar ik denk dat die huiskamer die zij hebben, hè, iedere avond daar om 9:30 op SBS6, dat die wel moet blijven. Ja, maar misschien is het een slim idee om Hap de Mou uit te nodigen. Nou, dat zou natuurlijk helemaal briljant zijn. Alhoewel hij zegt natuurlijk, hè, net in de instart, dat hij weer door wil. Ja. Maar het zou natuurlijk briljant zijn als zij daar wil aanschuiven. En bedoel, ik ken weinig mensen die zo goed Fries spreken. Nee, ja, inderdaad. Het is briljant, dus dat zou goed zijn. Of dat vanavond al gaat gebeuren, dat waag ik te betwijfelen. Maar misschien gaat het echt nog wel gebeuren. Ja, en consequenties. Jij zegt, ja, er zijn eigenlijk geen consequenties. Maar gaat dit dan nog een staartje krijgen verder, denk je? Nou, kijk, ze hebben natuurlijk in hun contract staan, die mannen, dat ze alles mogen zeggen en dat SBS daar niet voor mag gaan liggen. Ze kunnen zich daartegen uitspreken. Ik heb SBS 6 de afgelopen uren de kans gegeven om hierop te reageren. Dat doen ze tot nu toe niet. Ook Wilfred krijg ik niet te pakken. Ook opvallend Albert Verlinde, die probeer ik ook te bellen. Die zegt dan, ja, ik zit de hele dag in afspraken, dus ik kan niet reageren. Dat vind ik een tikkeltje laf, eerlijk gezegd, nadat je daar gisteravond hebt misschien een beetje angst, hè, voor wat gelachen. Er dan over je heen komt. Dat kan ook. Speculeren wat ik doe, maar dat zou kunnen. Maar geloof me, er zat nu, wat is het? Er zaten 2 dagen tussen de vorige rel, namelijk die over dat antisemitisme en dan nu dit. Ik denk dat het weer 2 dagen duurt en dan hebben we weer een nieuwe rel te pakken. Zolang we maar met elkaar blijven praten, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar Johan, die gaan we niet veranderen. Jordi Versteegde, dank je wel.